Minister Kenneth Amoxie van Juspol heeft gisteren het monitoringsteam Veiligheid Ondernemers geïnstalleerd. Dit team heeft onder andere als taak de criminaliteit binnen de samenleving aan te pakken. Zij moet zich vooral buigen over de veiligheid van Chinese ondernemers. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van Juspol, VSB, Chinese organisaties en Chinese ondernemers. De bewindsman merkt op dat er samen gebundeld zal moeten worden om de criminaliteit tegen te gaan. Voor een landelijke aanpak zullen reservisten worden opgeleid tot buitengewoon agent van politie. Het ministerie van EZ heeft afgelopen vrijdag een workshop verzorgd voor midden-, klein- en middelgrote ondernemingen. Het doel van deze workshop is om bewustwording te creëren betreffende het beleid voor midden-, klein- en middelgrote ondernemingen. Dit is de eerste workshop uit een serie van 3. De eerste resultaten hiervan worden in juli verwacht. Het ministerie benadrukt dat ondernemers altijd ondersteuning nodig hebben, waarvoor zij zich zal blijven inzetten. Deze workshop zal een grote bijdrage leveren aan de economie van Suriname. En het bestuur van de Bond Personeeldienst der Belastingen wil dat het ministerie van Financiën en Planning met een duidelijkere verklaring komt in zaken de huidige situatie met directeur Ismaël Kalai Khan. Hij gaf recent in de rechtszaal aan formeel niet de directeur der belastingen te zijn. De bond wil dat er een structurele oplossing komt voor de verwarring die is ontstaan rond Kalai Khan. Die beweert slechts de manager te zijn. Ook ziet de bond graag dat er gewerkt wordt aan het verschonen van het negatieve imago die de Belastingdienst op dit moment heeft.